Zoals jullie al zien, zijn we op de dijk aanbeland. Ja, ja. Hoi. Hoi. Lieve vrienden, hele goede middag gewenst vanuit Den Helder van Corina en de Beestenboel. Het is op die klok alweer 2:45, ja, 14:44. Ik heb een beetje weer gelijk weten te zetten. Dus het is al laat, maar maakt niet uit. Ik kan de pret niet boeien. Ik ga zo de meisjes weer even uitlaten. Voordat ik zelf de hort op ga op de booster. En dan neem ik jullie uiteraard gezellig in mee. Even ontroeren, even kijken of we leuke dingen kunnen vinden of zien. En ja, ik zit met de pen te spelen. Als jullie wat mochten horen, ik zit met de pen te spelen. Ja, moet ook kunnen. Dus ja, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van het prachtige mooie weer. Gaan wij ook doen aan deze kant. Ik geef me dus, zoals gezegd, de dames even uitlaten. En daarna pak ik de booster en dan ga ik eventjes lekker ontroeren. Lekker in mijn uppie. Maar ik neem jullie mee. Ja, echt wel. We gaan er een gezellige einde van de dag ervan maken, ja. Ik heb er ook niet eerder aan gedacht. Ik ben met andere dingen ook bezig geweest. En uiteraard, ja, dat is nog steeds niet over. Ik ga van de pijn. Maar dan kan de pret niet boeien, nee. Het zit nou ook in mijn rechterarm. Nou ja, lekker belangrijk. Het is vanzelf gekomen, gaat ook wel weer over, ja. Ik denk dat ik het een en het ander te veel heb gedaan. En dat ik het moet bezuren met pijn. Ja, onder in mijn rug. Mijn rechterknie wil niet. Mijn rechterbovenbeen wil niet echt. En mijn arm ook nou niet. Ja, dat hier ook. Ik heb hier zeer. Ik weet het niet. Niet als ik kan duwen hoor. Ik kan duwen en alles. Dat is daar ook mee. Maar ja, ik weet het niet. Het zal wel weer goed komen. Maar oké, gedane zaken nemen gewoon geen keer en we zullen het beleven. En ik zal andere week ook proberen weer te trachten om mijn liefdallige huisarts te bereiken. Want die is de hele maand augustus op vakantie geweest. Dus ja, wanneer die terug is gekomen weet ik ook niet. En ik denk, nou ik geef hem nog een weekje extra om even bij te komen, weet je, van vakantie vieren. Dus vandaar dat ik denk, nou andere week maar even, ja. Kom wel goed en dan ga ik er weer heen, want mijn bloed was goed. Dus ja, waar komt mijn moeheid ook vandaan? Want ook dat heb ik, mijn moeheid. Ik ben ontzettend moe. Ik ben nu vooruit te branden in principe. Maar oké, hè, kleine meid. Ja, je bent ook lief, hè? Ja, allebei lief. Dus... Heb je jeukjes? Losse haartjes? Gebeuren. Op het dikke doosje. Och. Kom maar. Vlootjes hebben jullie niet. Maar we zeggen altijd wel, hou maar. Morgen hebben ze klompjes, dan kunnen we ze horen lopen. Hé? Ja. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet gewoon van jullie dag. Doe het met een lach, dat doe ik ook. En geniet zeker ook met ons mee. Zoals jullie al zien, zijn we op de dijk aanbeland. Ja, ja. En wat jullie daar, dat eiland, dat is dus Texel, hè? Ja. Ik ben even een stukje ingezoomd. Ja. Het is weer bijzonder mooi. Dus ja, dat. Even frisse neus halen en dan weer verder. Zoals jullie zien. Hier zijn er hier allemaal stenen, geen normale stenen, nee, dit zijn stenen, lucky stones, enkel een beetje groter, er zitten ook kleintjes bij uiteraard, en ja, super, we gaan het eens even bewonderen,
Liefde is, nou ja, vul het zelf maar in, hè. Komt van Texel, Den Koog. Er zit een hele mooie bij. Deze mag je dus niet meenemen. Natuurlijk mag je er misschien wel bij leggen. Ja, dat kan altijd bijleggen. Waarom niet, hè? Nou, ja, ik sta in het zonnetje. Sommigen staan hun namen, zoals Zoe en Janet. Blijf jezelf, ja, uiteraard. Dat doen we. Jaap is ook mooi. Een duiker erop geplakt. Ja, jullie zien mezelf ook, ik kan er niks aan doen. Heel mooi. En een kist, gratis keien, twee per persoon. Nou, hoe gaaf is dat? Nou, zullen we er eens even overheen stappen naar de andere kant. Ja, dat is een hele grote. Ja, logisch, keien niet meenemen, nou, dat zei ik dus al. Die is ook heel mooi. Super, hè? Een puk. Mooi, hè? Mooi. Ben aan het vloggen. Oh, helemaal goed. Lies van je meiden. Nou, ook leuk. Weer op het gemeentehuis. Sabine Starkenburg. Mooi, hoor. Heel gaaf. Gaan we via het pad ook gewoon weer terug, hè? Daar is het pad voor. Ik had uitkijken waar je gaat staan. Ja. Nou, dan stap ik er hier weer overheen. En leuke bankjes erbij. Waar de mama's of papa's of wie dan ook op de kindertjes pas dan lekker kan zitten. En dan kunnen de kindertjes spelen. Dat is helemaal geweldig. Zo, dan gaan we weer terug naar de Amazing Woman. En dan ruim ik jullie weer op.
Dit spreekt, dacht ik, voor zich. Er zijn geen woorden voor nodig. Een heel mooi plekje ook voor een bruidspaar of zo, hè? Ja, echt wel. Nog zo'n rustige, vredige plek, maar ook een stukje van de marine. Dus ja, echt wel gaaf. Maar deze kan nog gaver. Lange Jaap, of onze vuurtoren, die heet zo de Lange Jaap. Het is ook de langste vuurtoren langs de, zover ik weet, de Nederlandse kust. We gaan even een stukje doorrijden. Toch heerlijk hier. Die rust, adembenemend. Ik ga even stil zijn. Nou. Heerlijk. Lichtdagstrepen. Ik weet niet of jullie ze zien. En er komt er eentje op een paard aangereden. Dat vind ik leuk. Ja, dat is superleuk. Het is geen groot paard, maar toch. Twee zelfs. Eenen op paarden hier en ik zie koeien nog staan. Hallo. Hi. Hallo. Hi.
Hoi. Dit is op paardenmeneesje de Bruin, die jullie voor je zien staan. Dat gebouw is ooit in het verre verleden nog op televisie geweest in het nieuws, want het is afgebrand geweest en Hennie Huisman die heeft zich er toen voor ingezet dat het weer op poten kwam. Ja. Komen we onder de dijk uit, waar ook veel ongelukken gebeurt, vooral in de winterperiode. Er zijn al heel veel kinderen doodgereden. Ja. Oh, kijk nou! Oh, wat zie ik! Dat is een kleintje. Dat is een kleintje. Is dat een Shetlander? Mag ik wat vragen? Is dat een Shetlander? Mooi hoor. Nou, dan gaan we weer verder. Als die ooit te bezichtigen is, onze vuurtoren De Lange Jaap, dan moet je daar naar binnen. Maar er zit geen lift in, hè? Houd daar rekening mee. Dus wees wel gezond van lijf en leden. En dan ben je boven. Maar je moet het allemaal wel met de trap doen. Jo. En ik zeg je, dat is geen lolletje. En wie er nog naar boven is geweest, dat is wel onze enige echte Pipo de Kloon met die grote flapschoenen aan. Ja? Is hij helemaal naar boven geklommen. Dit heeft ook geen woorden nodig, dacht ik. Wat een uitzicht, niet? Over de duinen heen. En ik probeer hier naar beneden af te dalen. Maar zonder jullie, jullie gaan in de tas. Maar ik wou toch even van de hoogste punt jullie dit laten zien. Zo mooi. Lieve vrienden, ik ben maar niet helemaal naar beneden gegaan. Ja, ik ben wel beneden geweest. Ik was al een heel eind onderweg ook. Maar het werd steeds enger en gevaarlijker. Ik kreeg het niet voor elkaar. Ik lag bijna om. Ik denk, ik ga terug. Ja, ik wil dit niet. Weet je, dit moet je niet alleen kunnen. Als je op een scootmobiel rijdt of wat dan ook. En je moet ook denken aan mulzand en kuilen. Ik lag inderdaad bijna om. Ik kon net mijn stuur nog weer de andere kant omgooien. Anders had ik omgelegen. Dus ja, dat moet je niet alleen nog doen daar. Nee, het is toch heel mooi. Het is toch rustig. Het is toch heerlijk. Maar nee, helaas. Maar oké, we gaan nou die kant op. Lieve vrienden, ik ben weer thuis. Maar ik ga er ook weer vandoor. Maar ik kom net bij Marianne vandaan. En daar hebben we even heel gezellig gezeten met z'n tweeën. Ja, Marianne en ik natuurlijk. Ook was het eten voortreffelijk, Marianne, dankjewel. Ja, ik heb daar niet gevlogd vandaag, nee, want Marianne was moe en ik ben ook moe van vanmiddag. Ja, hier naartoe, daar naartoe, zus doen, dat doen, jullie zijn mee geweest, lekker gezellig, ja. Maar nu is het de hoogste tijd om die uit te laten. Maar ook die. Ja.
dank u wel. Oh, lekker, lekker, lekker. Oh, wat een dikke doosje. Dus ja, dat. Maar oké, ik ga er vandoor en ik zet mijn mobiel op mijn wandel-apps. Dus ik zeg, geniet van jullie avond. Ga ik ook doen. Ik moet ook nog een vlog in elkaar zien te krijgen. In ieder geval, geniet ervan van alles met wat jullie vanavond gaan doen. Voor later op de avond welterusten, slaap lekker met mooie dromen. En uiteraard morgen weer gezond uit je bed komen.